Zie hier het resultaat. Dit is de frontverlichting. Het ziet er goed egaal uit, zowel voor het blote oog als op camera. En ik kan kijken of ik het hier donker kan maken om te zien of dat hij veel lekkage heeft van licht. Dus één verlichting. Zo. Je ziet bijna geen lekkage met het blote oog. Zie je wat lekkage in de cabine, maar op camera zie je daar helemaal niets van. Nu eens even kijken of ik hem ook weer terug kan zetten. Zoals je ziet, ik heb hier een laptop staan om het te regelen. Reverse, gaat hij nu op rood? Jawel. En voor het rode licht zie ik met het blote oog ook geen lekkage. Ik zie natuurlijk nog wel mijn laptop helemaal achterin staan. Maar ook een mooie rode verlichting. Hij lijkt iets wat ongelijk op camera, maar met het blote oog zie je dat helemaal niet. Ik ga mijn lampen weer aanzetten. Zo. Hoppakee. Zo zie je hem weer helemaal in beeld. En dan zie je ook dat de verlichting fel genoeg is om te blijven zien. Dus dit is het eindresultaat. Ik ben er best tevreden mee. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe deze video's. En ik zie je graag de volgende keer.